schamen je niet in de rouwtijd. Mag ik de bal, mevrouw? Fin, hoe kunt u zo kort na de dood van uw oom spelen met kinderen in volle rouw? Dat is tegen alle etiketten. Ja, ik weet het. Ik zoek mijn kamer wel weer op. Viola! Viola, ik voel me zo treurig. Speel mij wat op je luid. Ze wilde het testament stelen. Er was iemand in de kamer. Weet u dat wel zeker? Was het geen wild dier of iets van die... Oh, hoe komt u dan kijken? Daar gaat hij. Ik ga niet kijken. Het zou vreemd zijn, grafin. Waar gaat u heen? Ik breng het testament naar het hof. Het is hier niet veilig. De hofetiquette schrijft voor dat bij de dood van de erflater de erfgenamen 6 volle weken zullen rouwen en zich niet in het openbaar begeven. U kunt het kasteel dus niet verlaten. Uw mantel, grafin. Maar als het testament gestolen wordt, dan heb ik geen enkel recht meer. Dat zou zeer spijtig zijn. Maar minder erg dan de etiquette te schenden. Etiketten of niet, ik wil het testament niet kwijt. Nou, je komt tulp. Ja. Heer kapitein, een kip. Laat je smaken, want het is gejat. Hier, natte stootbal. Om warm te worden. Zo is genoeg. Admiraal, het heeft de hertog van Gelre behaagd... Maar schijt toch uit met die flauwekul. Pardon? Bij mij geen schoten voor de boeg. Direct enter. Waarom zijn jullie hier? Toch niet voor mijn mooie ogen. Admiraal, u moet een papier voor ons in handen zien te krijgen. Ik? Papier? Wat papier? Ik gebruik geen eens papier om een reden. Dit papier is een testament. We hebben geprobeerd het te pakken te krijgen, maar het is ons mislukt. Bij je zorg. De hertog van Gelre wil niet dat het in verkeerde handen valt. Burgondië
Bijvoorbeeld. Als dit testament geopend is, is het toch al te laat. Admiraal, jij moet voor ons het testament in handen zien te krijgen. En de erfgenaam. Dan zullen wij ervoor zorgen, met zachte dwang, dat ze haar bezittingen op onze naam overschrijft. Ze? Haar? Wat haar? Ja, haar. Erfgenaam is een vrouw. Een vrouw? Gravin Ada van Kouwenberg. Een vrouw. Daar ga ik. Proost. Een gravin van de bedlichten is mijn lust en mijn leven. Denk erom, admiraal. De hertog wil de gravin ongeschonden. Ik ben toch bang dat ze ons herkennen. Ondanks die mannenkleren. Ik heb honger. Ik heb honger! Ze hebben ons uit ons huis gezet. Ja? Wie? Een grote man met een zwarte baard. Help u ons alsjeblieft. Dat kan toch niet? We hebben geen tijd. We moeten naar het hof. Oh, testament. Hij laat ons toch niet in de steek? We moeten ze helpen. Vooruit, we gaan erop af. Geef je over. Heb medelijden, edele heren. Ik bid u, heb medelijden met een arme struikrover. Wat een lafaard.
Beloof dat je het nooit meer zal doen. Nooit meer. Ah! Die melkmuilen, die dachten bier te glazen te nemen. Ja. Laf zijn jullie niet. Zulke kereltjes kan bier gebruiken. Jij wordt aangenomen, jij ook. Zo, mannen. Daar moet op gedronken worden. Zo, mannen. Hier. Proost. Goedemiddag, ik zoek mijn meesteres te graag. Met dik volk. Gravin? Voor je hebt de gravin van Kouwenberg met 72 kwartieren in haar wapen. Gravin van Kouwenberg? Alvast. Waar is het testament? Wat voor testament? Het testament. Of moet ik het zelf soms gaan zoeken? Stop! Het zit in mijn laars. Testament. Gravin van Kouwenberg. We hebben wat verzocht. Mannen! Wend de steven! Vooruit! Lopen! Los! Dag! Je bent niet eens van adel, man. Ik? Niet van adel? Wat is dan uw familiewapen? Dit! Wie bent u dan? Graaf Versloten! Vrijheer van Hindeloop! Hertog van Zweden! Koning van Friesland! Admiraal van de Zuiderzee! Verwoesting der Denen! Breker der Bremers! Bravo, in de roos. We maken het wat moeilijker. Bent u gewond? Spijt me erg. Komt hier anders nooit iemand? Zie je wel, we moeten nog verder van Oldenstein.
Oldenstein? Komen jullie van Oldenstein? Hmm. Moet je daar naartoe? Heer Wolter houdt niet van vermommingen. Ik heb geen tijd om dat allemaal uit te leggen. Ze hebben ons aangehouden. Ik heb hulp nodig. Wie is ons? Gavin van Kouwenberg, heer Gozewijn en mij. Wie heeft jullie dan aangehouden? Weet ik niet hoe die heet. Was een grote kerel. Hij kon loeien zijn stier. Met een zwarte baard. Ah, een zwarte baard of hier. Lange pier? Daar moeten we opschieten. Kinderen zijn vermoord door de Hollanders. Daarom wreek ik me, de Hollanders. Van Rossum heeft gezegd dat ik jullie niet koud mag maken. Maar over het beste heeft hij niks gezegd. Bijt. Bijt! Of gapen. En de ring gaat eraf. En het testament.
karakter. Nu jij. Als ik mis, jij mist nooit. Hey, mafkop. Kom erbij zitten, we hebben een vierde man nodig. Ik sta hier net zo lekker. Hey, kom op, man. Kun je een aardig centje verdienen? Of heb je genoeg aan je soldij? Heb je zo'n last van koude voeten? Hoezo? Met die hoed zo over je kop. Haap een zuip, jullie. Hé, een beetje beleefder tegen je maat. Stik in een graad. Moet je een lul? Probeer het eens. Kom op, niet zeuren. Inzetten. 7. 4. 10. Jongens, ik stop ermee. Hey. Heb je de kriebels? Wat ga je doen? Ah, een beetje stoeien met de gravin. Hé, hey, dat is een idee. Een idee! Oh, een idee! Oh, engelhaar. Oh, en een huidje. Kijk, jij is in mijn trouwe piratenboom. Schatje. Hé, hey, gravin. Ga maar eens een zoentje. Ja, lekker een zoentje. Ja. Ja. Zullen we jou eens even lekker gaan kietelen? Ja.
Het is de wind! Daarachteraan! Hard die kerel! Ja, kom! Wat nu? Over de sloot. Springen! Dank u wel. Hoe kan dat nou, dat brandende water? In die sluit zit gas. Dat brandt. Kom mee! Wacht even. Houd het niet bij. U hebt ons nu wel gered, maar u hebt u nog niet voorgesteld. Mag ik uw namen weten? Mijn naam is Sindele. Floris van Rosemond. We gaan met u mee naar het hof. Zodra het testament is bekrachtigd, kan niemand het meer afnemen. Opschieten. Wacht even. Nu we toch naar het hof gaan, wil ik u onderweg graag voorlichten over de juiste manieren en hofse gebruiken in deze beschaafde tijd. Goed idee. We gaan.